Ik ben Katja Gabriels, burgemeester in Berlaren. Er lopen verschillende mooie projecten in onze gemeente. Onder andere zijn we volop bezig met de vernieuwing van het Boerenkrijgpark in Overmeren. Ook in Uitbergen, de Venne willen we uitbreiden, zodanig dat de verenigingen meer plaats krijgen. En voor de rest willen we vooral een goede meerjarenplanning opmaken, zodanig dat alle middelen de komende legislatuur zeer goed zullen besteed worden. De komende 6 jaar zal er vooral veel ingezet worden op herinrichting van het openbaar domein. Verschillende straten dienen dringend aangepakt te worden. En daarnaast zal ook de groene long in onze gemeente meer kansen krijgen. Er lopen verschillende projecten met natuurinrichting, onder andere de Vlaamse overheid en VZW Durmen. Zo zorgen we er dat de groene long bewaard blijft en dat de wandelaars en de fietsers hier nog altijd zeer veel mogelijkheden hebben. Een aanslepend probleem is het zwaar vervoer in de doortocht in Uitbergen en Overmeren. De dorpskernen moeten leefbaarder worden en daarvoor zullen we camera's installeren zodanig dat de politie meer controlemogelijkheden heeft en ook beter kan bestraffen. Daarnaast zijn we al 10 jaar bezig met het Vlaams Gewest om de heraanleg van de Emilertekantlaan op een goede wijze te realiseren. De komende 6 jaar hopen we dan ook samen met hen om deze veiliger te maken, maar ook te zorgen dat de handelskern verfraaid wordt en verbeterd. Wat we hier zeker niet gaan doen in Berlaren is de mooie sociale voorzieningen die er zijn afschaffen of verminderen. Integendeel, iedereen die vooruit wil bij ons zal ook de nodige kansen krijgen. Dus elk goed idee daar is zeker welkom.